Goedemorgen! Woehoe! Let's begin. Ik heb namelijk ook een babybadje al gekocht. Ja, jullie zullen me vast wel heel vroeg vinden en overdreven. Maar als ik met Jij moet samenwerken, is het geen combi. Ja, Jij wordt gek van mij. Oh, maar dan gaan we uit elkaar ook. How pretty is my hair? Je lijkt echt zo'n bondkul nu met het lange haar. Maar ze mag het echt niet meer uithalen. Leuk, Marie in de zwart mood. Blondie en een black one. En Funda geloofde niet dat het stond. Die denkt echt, je bent gek in je hoofd. En ze zegt, je rookt het ook nog. Ik zeg, ik ben het. Welkom maar weer in nieuwe Reiners vlog. Wij nemen de dagboekzetting heel even snel bij Cooper op. Aangezien we anders te laat zijn met deze vlog te uploaden. En het regent keihard. We moeten zo onderweg. Dus we dachten, we moeten even wachten. Dus in de time being kunnen we net zo goed onze vlog opnemen. In deze Reiners vlog ga je zien hoe wij met de hele familie gaan uiteten bij Samasebo. Ook zie je hoe Daan, ik, Romee en Jaime onze nieuwste babyspullen in elkaar zetten voor de babykamer. We halen ons haar op bij Real Hair Online. Ons nieuwe haar. En ook gaan de hechtingen van Frankie eruit. Ben je benieuwd wat we allemaal deze week gaan doen? Blijf deze vlog bekijken. Heel veel kijkplezier. Love, Reiners. Goedemorgen. Nou, ik heb gisteren met mama de babybox uitgekozen. En jij en ik gaan nu naar de Gamma. Want ik wilde heel erg mooi behang hebben, maar ik kan het nergens vinden wat ik wil. En ik wil ook een compromis maken. Dus ik ga gewoon nu de muur verven. En dit is zeg maar een printje van Dior wat ik erg mooi vind straks voor de bekleding van de ledikant. En waar ik ook knuffeltjes van heb gekregen van mijn genderparty. Ik heb dit even als kleurreferentie mee. Dat het wel met elkaar matcht. We gaan nu naar de Gamma. Verf halen, gaan we leuk verven. En we krijgen morgen alle commode ledikantjes en een slaapbedje naast ons bed binnen. Gaan we in elkaar zitten. Superleuk. Dus ik ben heel benieuwd of ik de juiste kleur ga vinden. Oké, girls, ben aan het twijfelen. Ik heb nu deze. Die is wat lichter. Deze zit ertussen. Dat is op de camera heel moeilijk te laten zien. En dit is echt de kleur van mijn doek. Maar ik denk dat die het donker vindt. Oh, what to do? Oké, we're at home. We hebben een roller. Ja, ja. En dit is de kleur roze geworden. Ik neem het even mee naar het licht. Ik pak wel het dekseltje. Heel zwaar namelijk het potje. Toch komt dit heel goed over op camera. Maar het is echt wel een heel mooi kleurtje roze. Heb ik uitgekozen, al zeg ik het zelf. En dit is de before. Kom maar kale witte muur. Naar roze. Oh, echt heel leuk. Ik kan niet wachten. Hoe grappig. Ik zie altijd mijn Reiners auto from the window. Het kamertje heeft wel leuk uitzicht, zo op de boompjes. Let's begin. Woehoe! Pink it is. Oh, het is echt een mooi kleurtje. The color is perfect. Woehoe! Nou, ik denk dat je twee keer moet. Denk jij wel? Het gaat de goede kant op. Nou, het is echt een hele leuke kleur. Ik wilde eerst nog een donkerder kleur. Beter dat ik dat niet heb gedaan. Superleuk. Het was wit en het is nu pink. Nou, we zijn een heel eind gekomen. En we gaan nog voor de zekerheid morgen nog één keertje eroverheen. Je ziet niet op de kale streepjes, maar je hebt soms wel een paar streepjes. En dan is de babykamer ready. Ik heb Frank in mijn handen. En Frank! Hi! Hij gaat al piepen! Juist, ouders, kom even langs om te kijken hoe het is. Oh ja, je ziet hem nu, hè? Oh, nu pas, hop. Dus de babykamer is een feit. Frankie? Ja, ja, we gaan al. Ik ga open doen. Waar is jullie? In de kledingkamer. Nou, ik vind het echt heel mooi te worden. Rip it off, rip it off, rip it off. Hopla. Zo'n mooi kleurtje roze. I love it. Voordat ik alle vragen krijg, is bij de Gamma. En het heet knuffel. Deze kleur. Hek, 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 hek. Zo. We hebben net de kamer geschilderd. En ik ga nu kijken, want nu wordt het helemaal droog zijn. Hoe dit kan worden. Ik ben heel benieuwd. Ik ben helemaal verliefd op deze kleur. En ik denk, waarom heb ik dit eerder gedaan? Ook al had ik geen meisje. Oh. Nou, het is helemaal opgedroogd. Echt een hele mooie kleur. Ik heb alleen volgens daar nog iets van het plafond geraakt. En ik moet even deze dingetjes, ongeluk die we hebben aangetipt, even weghalen met mijn nagels. En wat ik ook leuk wilde laten zien, is dat ik deze deurknopjes heb gekocht online. Voor bij mijn kast. Dat was toch te leuk, die bijtjes. Dat wordt dan op de commode hiervoor. Je hebt normaal gesproken houten door houten knopjes. Maar ik vond dit veel leuker. Ik heb even genoeg gekocht. Ik hoop dat het leuk erbij staat. En die wordt wit. Het komt hiervoor. Heb ik van Petite Amélie besteld. Dus ik ben heel erg benieuwd als het morgen binnenkomt. Ga ik natuurlijk ook filmen en meteen in elkaar zetten. En dan komt hier de commode. En dan hier nog vier plankjes. En dan komt het Dior beurtje en alle mooie eyecatchers. En hier komt het bedje. Ik ben heel benieuwd. Tot morgen. De subscribers gaan echt goed. Dankjewel hiervoor. Dat hebben we ook aangegeven. Als we meer subscribers hebben, we meer content maken. Dus nu dachten we bij de 50.000 abonnees gaan we een hele gave winactie weer doen. Dus blijf ons volgen en blijf ons delen en supporten. Ja. En als je de vlog bekijkt, alles delen wij op onze Instagram. Dus tag ons. Laat weten wat je weer wilt zien onder in de comments. En, dan gaan wij een leuke winactie doen. Goedemorgen allemaal, het is vandaag maandag en ik zal vandaag de goederen binnenkrijgen. Alleen er zit helaas vertraging op vanwege PostNL. Helaas weet ik dat wij hier zelf ook altijd met Reiners te maken mee hebben, dus het is helaas niet anders. Dus wij, ik ben net opgemaakt en we gaan zo naar het medisch centrum om Frankie's hechting eruit te halen. En we gaan vanuit daardoor naar Babypark. Ik heb net even gebeld en je honden mogen gewoon mee in een tas, dus ik neem ze dan mee. Dus nu vandaag wel even leuk baby shoppen, maar dan niet de babykamer, maar we gaan wel even leuk winkelen. Frankie is er helemaal klaar mee, zo zielig. Maar ze die eigen best wil. Ja. Ha ha ha.
Ik ga even nu omkleden. Dit is niet wat ik aan ga doen vandaag. Zo. De hechtingen zijn eruit. Ik mocht natuurlijk niet mee naar binnen. Dus ik kon niet filmen. Dat was binnen 1 minuut was je weer buiten. Au ja. Het is allemaal zoveel. Maar het ziet er hartstikke goed uit. Stik. Kijk. Nog een beetje rood. Je mag er niet aan zitten. We gaan nu naar babypark. Ja, rustig. We are here. De honden zijn in de tas. We are ready. Hallo. We zijn hier bij Babypark. En we zijn er toch wel uit dat zij een beetje het mooiste vinden. Maar wat is het groot hier? Oh, dit is die Luna Leaf, wat ik graag wilde. Zo. Even schoon lensje. Blablabla. Zo, we zitten nu in de auto. We zijn net van Babypark. We hebben een paar wagens uitgeprobeerd. En tot nu toe is Seabase ons favoriete merk. Ik ga nu even op internet struinen of ik het zeker weten het beste vindt. En dan gaan we nog een keertje terug om een beslissing te nemen wat we gaan doen. De hondje waar dit ook mee is, dus kon er niet heel relaxed kijken. Ze waren wel heel lief hoor, maar ze hadden wel heel veel aandacht. En nu zijn we even aan het wachten, want we hebben KFC Hot Wings besteld. Maar het duurt een beetje lang, dus we hebben lekker voor onderweg nog Hot Wings. Lekker, hè? Frankie is helemaal kapot. Ze gaan lekker slapen straks. Hijgert en hijgert. Kijk, ze zitten. Deze geur is not normal. Hoe is het met kleine Frankie? Trouwens, Elvis staat al uit de bek. Oh ja, Elvis. Hoe is het met kleine Frankie? Ja, de hechtingen zijn eruit en hij voelt helemaal niks meer. Hij wil liefst rennen, springen, spelen. Maar het kan helaas ook niet. Dus hij zit op de helft. Dus we moeten hem echt in toom houden door in de band. Soms vind ik het echt zo zielig dat ik hem gewoon even een uurtje vasthoud. Want hij moet natuurlijk ook wel zijn energie kwijt. Dus soms wel even 10 minuutjes even los in huis. Maar het gaat heel goed, gelukkig. Dus dat, die ellende heb ik allemaal voorbij. En de tweede poot staat gepland als ik ga bevallen. Maar we moeten even kijken hoe ik dat tactisch ga plannen. Zo, de oven in. Hulptroepen is gekomen. Yummy. Romee is in the house. Het is eruit krat ik ben. Ja. We gaan meteen aan de slag. Meteen koken. En we gaan ook macaroni maken met kaas en eitjes en ham. En dus lekker vleesje erbij. Yummy. Frank is heel vervelend. Maar begrijp ik wel, want hij zit gewoon helemaal zat. Doe eens rustig, Frank. Ja, hoe lang zit hij nou al in dat ding? Ja, 3 weken bijna. Maar hij is op de helft. En Daan en James zijn nu de bus uitladen. Dus dan zal ik zo eventjes alle dingen filmen wat ze hebben gedeeld. Om de babykamer official te maken. We hebben de commode van Petite Amélie. En de box waar hij gaat slapen. Het matras. En nog het slaapwiegje voor naast het bed. Dus ik ga het zo filmen. En ik heb dan zelf de knopen, heb ik aan jullie zien, in bijtjes gedaan. En eigenlijk zijn de poten en de deurknoppen, ja, ik noem dat de deurknoppen. Maar je begrijpt wat ik bedoel. De handvaten om te trekken, open te maken. Die zijn normaal gesproken houtskleur. Maar ik heb hem nog gewoon roze verf bewaard. Dan kan ik die poten ook nog even aantippen in de kleur van de muur. En dan wordt het heel erg leuk. Let the games begin. Oh, ben ik blij dat jij dit in je eentje doet. Als ik met jij moet samenwerken, is het geen combi. Wij kunnen niet samenwerken. Nee, gewoon niet. Ja, jij wordt gek van mij. Oh, maar dan gaan we uit elkaar ook. Nu heb je een baby erbij, dan kan je niet meer weg. Nu kan het niet meer. Ja, zeiden we ook al toen we Shiri namen. Ik zei, nu kan je niet meer bij me weg. Dan neem je Shiri gewoon mee. Nou, nee. Macaroni is also in the making. Terwijl de mannen druk bezig zijn met de kasten. Oeh, daar is de bakje. Oké. We gaan aardig op weg. Dit is de box. Ik zeg iedere keer box, maar ik bedoel slaapbed. En dit is de commode. Oh, het wordt echt leuk. En we moeten nog één ding. Frank, hou op. In de tussentijd dat Romee en ik niks konden doen, want die mannen zijn druk bezig met alles te installeren, dacht ik. Ik heb namelijk ook een babybadje al gekocht. Ja, jullie zullen me vast wel heel vroeg vinden en overdreven, maar ik wil gewoon alles al klaar hebben staan. En ik had hier een hele grote kast staan met al mijn badspullen en mijn geuren. Ja, al gewoon de dagelijkse dingen die ik gebruik. Maar nu heb ik dus hier het badje gedaan. Natuurlijk roze. Because I want everything pink. Met een witte standaard. En dan kan ik zo vanuit de douche. Zo die douchekop pakken en hup vullen. Of gewoon in de douche zetten. Ideaal. Hij moet nog even vast worden gemaakt hoor. Vandaar dat er nog iets in zit. En ik heb nu hier de kast gedaan. Het is even wennen. Maar het is gewoon even een goede tijdelijke oplossing. We hebben nou eenmaal ons huurhuisje nog. Dus we gaan niet veel veranderen en inbouwen. Dat gaan we doen in ons koophuis. Als we dat ooit vinden. Maar ik heb hier al mijn Reinderstoel gepresteerd. Oh, die staat niet recht. Zo. En hier allemaal roze producten. Onder andere ook Glay & Glow en mijn L'Oreal, wat ik dagelijks gebruik. Lipscrub en palet. En hier mijn Missoni handdoeken. Dus ik ben er eigenlijk heel erg tevreden mee. Hier dan mijn wasbak. We zijn nog even aan het opruimen. Hallo. En is dit wel echt een heerlijke ruime ruimte geworden. Wel even wennen. Maar dat ik in ieder geval nog hier een emmertje voor de luikjes kan doen. En misschien even voor de tijdelijk even een wasmand eronder. Ideaal. Ik ben helemaal ready voor de baby. Zo, ik heb mijn haar even strak gedaan. Wat zag ik eruit. Lijkt wel een vogel. We gaan nu eindelijk eten. Het is 8:50, jongens. Dat had ik echt niet gedacht. Jullie wel? Nee. En Romee heeft heerlijk gekookt. Macaroni
en wak you. Fuck you. Fuck you. Fuck you, fuck you. En we zijn bijna klaar, dus ik kan bijna jullie het kamertje laten zien. Haha. Ja. Zo, goedemorgen allemaal. Ik heb echt met Romeen, Daan en Jijn tot gisteren laat nog aan de babykamer gewerkt. Het was iets meer werk dan we hadden verwacht. Dus echt super lief dat Daan Jijn kon helpen. En zodat Romeen mij met de badkamer kon helpen en de andere dingetjes in te richten. Het is dan. Het is kleiner dan verwacht. Dus we hebben het wel echt omgeswitst hoe we het eigenlijk wilden neerzetten in eerste instantie. Maar het is echt super leuk geworden. Ik dacht, ik neem jullie eerst eventjes mee om te laten zien dat er nog poten op moeten. Maar die ga ik nog allemaal in dezelfde kleur roze schilderen als de muur. Zodat het wel echt één geheel is. Dus dat ga ik nog doen voordat er nog komt zijn dat er poten onder moet. Dit is de box. Ik zeg altijd box, maar het is het slaapbedje. En ik wilde eigenlijk hier de commode. Paste ook wel precies in het hoekje. Maar de lades kreeg je niet goed open. Omdat dit bed nog breder is dan verwacht. Maar ik vind het eigenlijk wel een heel leuk geheel zo. Die gordijnen gaat mama bekleden. Dus dat moet je niet naar kijken. De tafeltje gaat ook weg. Ze heeft puur even ruimtegebrek. Die kabels worden allemaal weggewerkt. Dit wordt dus het bedjeskamer. En hier gaan we dus wel een eigen kast, kledingkast in laten bouwen op maat. Zodat het gewoon helemaal past voor de baby. Dat precies het goede niche is. Hier gaan we allemaal plankjes maken voor de baby. Voor alle spulletjes. En nog een leuk kleedje. En nog een mooie lamp. Dus het wordt wel echt nog de finishing touch. Is echt puur echt het eerste opzetje. Ik heb alles vandaan van Petite Amélie website. Voordat ik daar vragen over krijg. En hier moeten dus nog poten onder. Maar die ga ik dus nog roze schilderen. Zelfs als de muur. En dan gaan we naar onze eigen kamer. En dat vind ik eigenlijk wel heel erg leuk geworden. Ik heb dan hier de commode neergezet. Zo kan je ook wel naar het kamertje toe kijken straks. De gordijnen zijn zo storend. Maar dat wordt heel mooi. En ik heb nu heel eventjes de knuffeltjes wat ik al heb gekregen. Eventjes hier neergezet. Gewoon voor de leuk. Ik ga natuurlijk wel helemaal nog anders inrichten. Ik heb het aankleedhoes ook alvast neergelegd. Om te bekleden. Heeft mijn mama ook naar dezelfde print van Dior. Wat ik heel erg mooi vind. En wat ik dus heb veranderd aan deze box. Want normaal gesproken krijg je dus houten knopen. En ik heb dit gewoon online besteld. En het maakt het echt wel een wereld van verschil, vind ik. Dus je kan zelf altijd leuk stijlen hoe je het wilt. En hier moeten dus ook nog poten onder. Maar die ga ik ook roze maken. Nou, dus het begin is er. Hé Frank, het begin is er. Kom hier. Oh, nou, dan mag ik niet lopen. Kom hier. Hoe ben je nou weer uit je bench gekomen? Dus het begin is er. En ik ben er echt heel erg blij mee. Ik ga deze muur denk ik ook nog leuk maken. En het wordt natuurlijk helemaal aangekleed hoe je van ons gewend zijn. Dus ik ben super, super blij. Ik ben ook een beetje schor of zo vandaag. Maar het komt denk ik, ik ga nooit meer zo laat naar bed. Dus ik ben gewoon denk ik heel erg moe. Met Frank, we zijn moe van de babykamer. Dus echt super leuk. Het wordt echt wel heel erg nu. Ik ga steeds meer beseffen dat we een klein meisje in ons buik hebben. Na gisteren ook de hele dag bezig zijn geweest. Laatste loodjes. Super leuke dingen gaan er aankomen. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden. Het was echt wel heel veel baby. Maar ja, het zijn al eenmaal de dingen die ik nu in het dagelijks leven doe. En ik kan helaas niks anders filmen. Want dit is nu even het belangrijkste voor mij. Waar we nu de meeste aandacht in hebben. Jij me niet. Jules probeert ook wat meer te filmen. Maar mama heeft Pong die andere camera nog kapot gemaakt. Dus die moet gemaakt worden. Dus we hebben even één camera. Dus nu is meer van prioriteit wat we willen laten zien. En dit wilde ik natuurlijk wel echt met jullie delen. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden. En als jullie tips hebben, you're welcome. Marie, wat heb je allemaal voor je babykamer binnengekregen? Ja, deze week was ook weer in thema natuurlijk van de baby en onze zwangerschap. Ik heb mijn meubels voor de babykamer binnengekregen van Petite Amélie. En het heb ik eigenlijk allemaal in het wit uitgekozen. Maar zelf wel gecustomized met andere deurknopen en toch weer de poten. Deurknoppen. Ja, ik zeg het iedere keer fout. Knoppen. Dus zo heb ik het wel weer lekker zelf gesteld. En verder, ik heb ook gekeken op Petite Amélie. Het is een super leuke website. Je hebt er ook allemaal hele leuke gadgets zoals een keukje in het roze. Daar is je kleintje nog een beetje te klein voor. Ja. Maar het is echt een superleuke site. En het gaat allemaal online. Dus heel makkelijk. Ik had het besteld. En volgende na een paar dagen heb ik het dan huis. En je moet het ook in elkaar zetten als team. Ja. Dus dat is ook een goede voorbereiding op het co-ouderschap. Ja, waarvoor jij en ik echt niet kunnen samenwerken is. Ja, het gaat gewoon niet zo veel. Soms heb je stelletjes die echt. Ja, jij en mij kunnen elke dag samen zijn. Romeen en Daan ook eigenlijk. Die zijn helemaal elkaar ingespeeld. Nou, maar ik heb laatst ook niet in elkaar moeten zetten. Het was wel even. We moesten alles weer opnieuw doen. Aangezien we twee gaatjes hadden gemist. Dus we moesten het omdraaien. Ik ben gewoon heel erg rommelig. En jij wil echt, gaat ook niet volgens het stappenplan van een boekje werken. Die doet gewoon altijd zijn eigen ding. Oh, daar ben ik niet tegen. Ik moet wel echt via het stappenplannetje. Dus waarvoor wij niet samen kunnen werken. Ja, misschien na 10 jaar. Dat zou heus wel kunnen. Maar liever gewoon niet. Liever dan met Dana. Dus de mannen gingen lekker de kastjes in elkaar zetten. En het bedje voor de baby. Ja, en mee ging lekker koken. Het is vandaag donderdag. En wij hebben morgen weer een shootdag met Koek. En we dachten, we gaan nu ons eigen haar doen. En geen pruik. Want heel wisselend, heel veel van jullie vinden het hartstikke mooi. Maar anderen vinden het ook nog een beetje wennen of zo. Omdat wij het niet lijken. Dus we gaan ons eigen haar. En Jules heeft extensie met blond aan de onderkant. Die heb je ook in de vorige vlog gezien. Dus gaan we nu ophalen hoe dat staat. En Funa heeft ook voor mij wat gemaakt. Roze of zwart, ik weet het niet. Heel spannend. Dus we gaan nu ook met mama erheen en Romee. Want Romee wil ook heel graag haarverlenging. En dit is ook niet schadelijk voor je haar. Dus we gaan er even een leuk girls tripje van maken. En dan neem ik jullie mee.
Nee, Stinky gaat mee. Ik heb de hondjes net eventjes alleen thuis. Jij is over een half uurtje thuis, dat is wat te doen. We wachten nu dat Romee er is en dan gaan we naar Amsterdam. Misschien ook wat leuks wat eten ergens. Zo, Romee heeft ons opgehaald. Mama is al even naar Jules, die had Stinky. Stinky kon je wachten om Jules te zien. Oh, schattig hè. En wij gaan nu ook heen. Tot 20 minuutjes maar, hè, vanaf ons huis. Dat is altijd wel super snel, dichtbij, joh. Oké, okay, zit het allemaal oké? Okay. Borstel door mijn haartjes. Ik dacht even je borstel dat je zei een borstel even goed doen. Ja, dat ook. Kijk, laat even je haar zien. Ook op de kast van daar een meisje dat je ziet dat ze haar wil. Leuk. Ja. De onderste zit er dan in. Oeh, Stien, je kan helemaal het haar van mama nu bijten. Ja, leuk. Ik ben helemaal blij om het te zien. Ik denk dat je het beste even via de spiegel ziet ook. Leuk, hè? Kijk, hè? Ja, nu is heel mooi. Nu is heel, heel mooi. Heel mooi. Ik ben gewoon verliefd op mijn haar. Die gaat nu ook. Het is zo mooi. Ja, het is echt heel mooi. Kijk, even één kant wel, één kant niet. Leuk. Leuk hoor, en zij heel mooi. En ze hebben het al geknipt, toch? Dus ja, het is helemaal mooi in lagen. Echt krul. Kijk, we hebben het nu al een beetje een beetje met een stijl van een soort van slagje erin gemaakt. How pretty is my hair? Nou, kijk nou hoe leuk. Dit is de final result. En we gaan morgen leuk feunen voor de shoot met mooi lekker make-up. Maar ik vind de achterkant leuk hoor. Kijk eens, de achterkant. Eén echte blonde, zo met het zwart ook. Ik vind het zwart ook eigenlijk wel leuk. Fris gewoon. Echt heel fris. Heel leuk. Zo doe ik ook. En de shoot heeft dan twee blonde plukjes aan de voorkant. Je moet even je achter. Hier onder zit een blonde plukje. Een beetje à la Kylie Jenner, maar dan niet geverfd. Heel leuk. Ja, het lijkt echt zwart al hoor. Zou ik hem even helemaal onder zetten? Ja. Leuk, Marie in de zwart mood. Leuk hoor. Kijk, met kleine Steen. This is my, hè? Kijk nou jongens. Ik kwam mee voor Jules en Romama en Romee, maar dit is toch helemaal op en tot mij. Dat zwarte. Oh, wat leuk. Kijk nou, blij. Iedereen gaat nu naar de. Kijk nou, blij. Black? Of blond? Blondie en een black one. Wat leuk. Ik vind het heel leuk. Kijk hoe mooi. Maar deze kan je kopje afkrullen. Ja, tuurlijk. Ja. Superleuk. En nu Romee. Oh, ik vind het nou, het is precies jouw kleur. Ja. Heel leuk. We kunnen ook deze hier bovenop. Ja, vind ik leuk. Ja, ik vind ook hoe meer hoe beter hoor. Ja? Ja. Oh, kom maar door. Nou, ik vind het lange ook bij jou gewoon passen ook. Blij, ja. Ik zie het helemaal niet aan de achterkant. Ja. Nee joh, je ziet niks. Maar ik denk serieus, als jij morgen zo naar de zaak gaat en kijk naar de voorkant. Oh, hij wilde je haar vangen. Nou, het is zo leuk. Ik ben helemaal blij. Je lijkt echt zo'n bondkul nu met dat lange haar. Maar ze mag het echt niet meer uithalen hoor. Maar nu vind ik mijn haarstijl inderdaad wel heel mooi. Ik vind stijl bij jou mooier dan krul persoonlijk. Nou, het krul soms dat tuttig. Ik vind dit bij dit stijltje met je grippies superleuk. Hoe leuk. With black hair. Dan hebben we mams. Mams is eruit. Oh, mams is eruit. Oh, erg leuk. Maar erg leuk. En Romee heeft ook niks in eigenlijk, hè Romee? Een beetje niks. Mooi, hè? Dat haar. Nu erin. Maar die heeft eindelijk zwart haar. Nog een baan. Draai eens een rondje, Marie. Echt heel mooi. Leuk, hè? Echt heel leuk. Precies wat jij wilt. En dan morgen wel eyeliner. Ben ik helemaal in mijn hup, jongens. Ready for the shoot. Zo, we zijn er weer, hoor. Doe die radio's achter. Oh, een rotstemming. En nu een stuk knapper. Romee heeft haar lengte weer terug. Ik ben zo blij mee. Precies de kleur die gewoon Romee nodig had. Echt ongelooflijk. En ik wilde heel lang al zwart haar. En Funda geloofde niet dat het stond. Die denkt echt, je bent gek in je hoofd. En ze zegt, je rokt het ook nog. Ik zeg, ik ben het. Dus ik vind het echt leuk. Dit kan gewoon weer bij en het jou. Maakt me ook echt niet uit dat je het ziet. Want natuurlijk weet iedereen dat ik niet zwart haar heb. Maar ik vind het gewoon heel erg leuk. Voor de onderkant gewoon een beetje gekkig kot ik. Je ziet gewoon meteen dat het niet echt is. Nee, dat is voor haar gewoon wennen. Het is wel natuurlijk zo natuurlijk mogelijk. Maar ik vind het gewoon leuk dat het zwart aan de onderkant is. Ook als ik normaal gesproken mijn eyeliner heb. Dus we zijn echt ontzettend blij. Jules, Maaike en mama zitten in een andere auto. We gaan nu even door naar de PC. Lisje werkt waarschijnlijk bij Tiffany. Maar ik wil ook natuurlijk even naar Azuro. Azuro Kids. Ik heb nog niks voor de baby gekocht. Bebe. Nou, niks. Maar ik bedoel, niet echt kleding dat je denkt, oh my god. Nee, ik vind dat je nog echt wel normaal hebt gedaan eigenlijk. Ja, ik heb nog echt wel rustig gedaan. Verkoop zij die, wat hoor. Wat heb je eigenlijk voor kleding nog gekocht? Nog helemaal niks? Niks voor kleding. Oh mijn god. Ja, knap, niks hè? Niks voor jou? Ja, ik heb eigenlijk wel meteen de fabrikant gezegd dat ze alle samples en reiners, maar die ruffels en zo, ook allemaal maat 1. Dat wel? Dat heb ik wel gedaan. Oh, wat leuk. Ja. Wat een druk die ik maar zou heel niet veel kunnen vragen naar krijgen, denk ik. Dus 2 minuten rijden vanaf Funda vandaan. En je bent al een kwartier bezig om die ellende op die stoplichten en die file. Ja, maar daarvoor is niemand ook hier een auto en een scootertje. Ja, dat zou ik echt niet leuk vinden. Nee, ik ook niet. Voor je haar ook niet. Je moet nu ook een helm op. En we gaan als plek is ook bij Samen Sebo eten. Samen. Sebo. Samen bij. Samen Sebo. Samen. Ja,
Ja. Laten we dan. Hij heeft geen mondkapje op, dat moet toch nu? Oh ja. Oh, dat hij dat doet. Krijg boete, hè? 100 euro. Ja, iedereen heeft nu echt verplicht met je mondkapje. Het lijkt wel alsof corona helemaal voorbij is. We zitten hoor. Liesje komt nog, die is net bij Tiffany klaar. We hebben alvast kroepoekjes. Daar is ze hoor. Daar loopt ze, als je het over duivel hebt. En ik zit hier. Hallo, het kan hoor. Je stoeltje staat daar. Mijn lievelings eten, je kan me niet blijer maken. We zitten samen sebo. Ik ga het even zo eten. Nee, nee. En ik mag dus alles nu ik zwanger ben hier. In dus eten mag alles. Zitten aan tafel. Kijk nou, dit is nog maar een kleine impressie van de food. Oh, dit is mijn lievelingskant hoor. Hey Beetje. Hi. Dit sausje. En daar is Stinky. Ja, dat is roze. Het gaat er niet meer uit. Het is van de gender party. Dat kwam door mij. Maar dat kwam door Shield. Dat maakt niet uit. Dat is een goed doel. Ik ga gewoon op. One up. Joejoe. Nou, niet zo onbeleefd. Nee, deze meid. Lekker, Christine. Nou. Ik liet mijn binnenkant van mijn mond zien, Liz. Element vol. Hakker. Is het lekker? Oh, het is heerlijk. Heel lekker. Heel lekker. Ik heb me altijd aan het zuipen, dus wel. Grapje. Maar die stikte het bijna, maar om even vastgelegd. Dus als jullie het willen zien, moet jullie haar vlog bekijken. Kijk. Ik wil ook een film hebben. Hallo, ik ben. Oh ja, het ging heel snel. Was nee, heel leuk. Dit was gewoon heel leuk. Moeten we geen eten van papa meenemen? Ja, nee, wel. Oh. Of jij. Ik ben maar van door eten. Maak me niet uit, hè? Nee. Ik ga weer met mijn lieve haartjes. Zo houdt. Stinky, je was super lief. Je was super lief. Nou, de zusters hebben allemaal nieuw haar hoor. Very happy. Hoe leuk. Wat doen wij precies, of wat hebben wij precies bij Real Hair Online gedaan? Wij hebben daar nu niet een pruikje opgehaald, maar ik heb losse stukken banen eigenlijk bij hun aangeschaft. Dus ik heb twee losse banen voor hier en dan heb ik ook losse plukjes laten maken voor wat blonder in mijn gezicht. Het idee was namelijk, we wilden het eigenlijk verven, voornamelijk Julie, maar het is natuurlijk heel schaam voor je haar. Het heeft ze al een keer gedaan en we willen niet nog korter haar. Dus toen dachten we, we gaan het soms voor de leukheid, soms even af en toe een plukje erbij en niet voor altijd. En dat kan Funda heel goed van Real Hair Online. Helemaal op shoulder kleurenpalet heeft ze dat afgestemd voor mij. Zwart. En het leuke is ook aan Real Hair Online, ze hebben ook een wasservice onder 3 maanden. Dat je gewoon je extensie helemaal kan laten wassen en weer helemaal mooi in model kan laten brengen. En Romee was ook mee en Foen had toevallig nog een baan over. Dus die heeft Romee in haar. Mama is blij. Dus iedereen waren is blij. Allemaal dolgelukkig. Allemaal even een andere look. En dan zien wij puur eigenlijk voor de weekenden als we leuke dingen te doen hebben, events of dat leuke je gewoon niet eten. Hoeft te verven en niet je haar hoeft te beschadigen als je er gewoon niet mee slaapt of goed mee omgaat. Dus super blij met mij. Dus dat zie je ook voorbij komen dat heel veel blije kopjes met ons nieuwe haar. Ja, iedereen is blij. Ik mis het ook nu als ik geen zwart heb. En Romee en mama waren ook niet normaal blij. Dus dat zie je ook echt wel in de vlog aan onze reacties. En we hadden het eigenlijk gekocht alleen voor de shoot. Maar omdat we het toen zo mooi vonden staan, gaan we het zeker vaker zien. Het wel ik denk elke vrijdag, omdat we elke vrijdag naar de kapper gaan. Nu is ons haar ook weer gedaan door Lambiant en onze make-up door Harry. Voor de shoot. Dus wat ga je de volgende week zien is onze shoot. Nog meer babyspullen, babykamerdingetjes. Ja. Eigenlijk onze hele leven. Het gaat hier heel erg rot weer worden. Dus niet zoveel op het strand dat jullie normaal gesproken van ons gewend zijn. Maar we kunnen eindelijk weer uit eten. Dus waarschijnlijk ook even gezellig uit eten met de fam. En veel meer leuke dingetjes. Dus dankjewel voor het kijken, subscriben en abonneer. Love.